juni is de 15e dag van de BOA. Met natuurlijk weer allemaal workshops over je vakgebied en een beursvloer vol met de nieuwste snufjes. Maar de grote vraag die toch vaak gesteld wordt is die samenwerking met de politie. Nou, vorig jaar hadden we Jacco van Hoorn op het podium. Hij vertelde erg wat het beleid was. Dit jaar gaan we echt kijken naar de praktijk. En daarom ben ik heel blij dat bij de opening Mark Wesselius is. Jij bent direct toezichthouder in Rotterdam. Betekent dat jij dus vooral allemaal BOA's ziet die over de schreef gegaan zijn en bij jou op het matje moeten komen? Nee, nou, zeker niet. Ja, uiteraard komen die er ook wel eens, maar dat is niet de belangrijkste taak. De belangrijkste taak is vooral om te gaan kijken hoe we met elkaar kunnen samenwerken. En te zorgen dat dat ook gestimuleerd wordt naar de eenheden, naar de basiseenheden. Om uit te leggen van wat er wel en wat er ja, soms niet kan. Maar er kan meer wel dan niet. Ja, maar er wordt toch wel vaak geklaagd in BOA-land. Er wordt van ons verwacht dat wij nog net geen terroristen oppakken. Maar we mogen geen bewapening hebben. En als we dan de politie nodig hebben, dan moeten wij eindeloos wachten. Ja, nee, die snap ik helemaal. En daarom zijn we in Rotterdam bijvoorbeeld. En dat is ook een mooi voorbeeld om even te geven. Kijken we er ook naar, zeggen van joh, ieder voor wat betreft zijn eigen vakgebied natuurlijk. Maar bijvoorbeeld het overbrengen van arrestanten. Ik weet dat het al op plekken gebeurt. Maar de manier waarop wij proberen te organiseren is ook echt zoals we het met samenwerking bedoeld hebben. Dat betekent dus, je bent zelf verantwoordelijk voor het overbrengen voor die arrestant. Dat gaan we doen met een aantal afspraken. Maar dat brengt er wel toe dat je serieuzer genomen wordt in de organisatie. De toegang tot de bureaus geregeld is. Dat je dus ook daadwerkelijk, voor hetgene waar jij verantwoordelijk voor bent, dat je dat ook afhandelt. En dat je dus samenwerking op de andere manier gaat samenbrengen. Dus je wil dat mensen zelf een arrestant gaan overbrengen? Ja, dat zou ik zeker willen. Ja, dat lijkt me ook makkelijk. Hoef jij je de werk niet meer te doen? Nou, precies. Dat wordt ook heel vaak geroepen. Maar dat is juist niet waar. Want als ik zie hoeveel capaciteit we nu kwijt zijn. En ik denk dat we dat zeker 8 juni nog moeten gaan vertellen. Maar ik zie wel hoeveel capaciteit we nu kwijt zijn in Rotterdam aan het taxi rijden, om het zo maar te zeggen. En dat is geen samenwerken. Maar jij zegt ik denk eigenlijk dat je die tijd die je daarin terugwint, dat je die daadwerkelijk samenwerkt. En jij zegt ook, je wordt als BOA serieuzer genomen als je zelf die mensen mag afvoeren. Ja. En je hoeft niet te wachten. Ja, een simpel voorbeeld. En ik denk dat elke BOA dat ook wel weet op het moment dat hij op straat een aanhouding doet. Het is een zelfstandige ambtshandeling die hij verricht heeft. En wat je vaak ziet, komen de politiemensen bij, wordt het nog eens dunnetjes overgedaan. Dat willen wij niet meer. Dat is klaar. Jij ziet dus tal van voorbeelden waar het goed gaat. Je ziet ook allemaal voorbeelden waar je zegt dat kan veel beter. Ja. Daar gaan we het allemaal over hebben. Je hebt alle vragen aan Mark kun je stellen. Je hebt ook een aantal vragen aan de zaal. We gaan er een leuk gesprek van maken. Ik zie je 8 juni in de Rehorst, 15e dag van de BOA.